Het zal zeker niet like de vorige zijn. Oh, het is niet dat we gebonden zijn nu aan ons allee, milieu, of bijvoorbeeld de dance scene of zo, waar wij zijn. Het is niet dat we daar nu aan gebonden zijn. Of het kan iets heel anders zijn, maar ja. Voor ons is het al sinds. Maar we, ja. Ja. Maar de eerste plaat hebben we ook gemaakt los van scenes weer al. En toen klopte dat perfect, blijkbaar, in heel het Klaxon-verhaal. De New Rave. Ja, we hebben eigenlijk 2 jaar aan de stuk met Digitalism en Justice en Mastercraft gespeeld, omdat dat toen paste in die sound dat we altijd samen programmeerd. Nu met de volgende plaat denk ik niet dat dat weer het geval zal zijn. Omdat dat gewoon, die groep kwam allemaal op hetzelfde moment bij elkaar aan allemaal een plaats te vertellen of te brengen. En dat was dat zo. Maar nu is iedereen weer uit elkaar, een indruk. En wij zijn nu bijna klaar met een plaats. Maar ik denk dat er iets... Ja, we gaan moeten zien waar dat we gaan samenvallen. Ja. Ik vind het heel moeilijk ook om vandaag te zeggen dat er iets aan het broeien is of zo. Ik denk dat er te veel mensen bezig zijn met andere dingen voordat er één grote groep zich kan vormen. Ik ben me heel benieuwd. Het kan zijn dat we in de rock meer gaan geplaatst worden. Of dat we misschien nog meer in de dance gaan geplaatst worden. Dat is niet, heel moeilijk om te weten. Je kunt echt niet zeggen. Onze plaat nu. We zijn wel overal welkom. Dat is dan wel positief. Ja.